Shalom en welkom. Goedemiddag. Hoef ik niet te vertalen. God zegen je. That's it for my Dutch. Dat is het wat mijn Nederlands betreft. I'm sorry, but I guarantee that however poor you think your English is, my Dutch is poorer. Ik kan u garanderen hoe arm u denkt dat uw Engels ook is, mijn Nederlands is nog veel armer. But one important principle when we come together that I always feel compelled to share. Er is een belangrijk ding dat ik altijd graag met u wil delen als we samenkomen. The words of the prophet Zephaniah, chapter 3, verse 9. De woorden van de profeet Zephaniah, Zephaniah 3, vers 9. Then I will change to a clear, pure language for all peoples to call all of them in the name of God to serve him schouder en schouder. Dan zal ik een reine spraak wenden tot de volken, opdat de volken mij zullen dienen, schouder aan schouder. Dat is een van de lijfspreuken van Rabijn Eisen geworden. Zephaniah 3, vers 9. Now, it would be of course very nice if we could speak the clear language of the Bible and just talk in Hebrew. Het zou natuurlijk mooi kunnen zijn als wij de heldere taal van de Bijbel konden spreken, Hebreeuws. But I believe that when we speak about God's word together, we are speaking in clear, pure language together. Maar ik ben ervan overtuigd als wij de taal van de Bijbel spreken met elkaar, dat wij met elkaar over de Bijbel spreken, dat we inderdaad de heldere taal van de Bijbel spreken. When I share with you verses from the Tanakh, the words that God revealed, I'm relating to them as God's will revealed in his word, and I know you're hearing them the same way. Als wij uit de Tanakh, uit wat wij dan het Oude Testament noemen, lezen, dan hebben we het over het geopenbaarde woord van God. Zo zie ik het en ik ben ervan overtuigd dat u dat op dezelfde manier ziet. That truly is schouder aan schouder. En zo staan we dus echt schouder aan schouder. So, before we begin, I'd like to introduce my Bible. Voordat we beginnen wil ik graag mijn Bijbel bij u introduceren. Some of you may have already heard me introduce this Bible. U hebt misschien al het verhaal van deze Bijbel gehoord, sommigen van u. You know, we have many Bibles at home. U weet, denk wel dat we veel Bijbels thuis hebben. This is the one that I always take with me. Maar dit is degene die ik altijd meeneem. This one is special because this is the one that I received when I was sworn in as a soldier in the Israel Defense Forces. Dit is de Bijbel die ik gekregen heb toen ik beëdigd werd als militair in het Israëlische leger. Where for close to 20 years as a reserve soldier I taught the Bible to soldiers. Waarin voor bijna 20 jaar als reservist ik bijbellessen heb gegeven aan Israëlische soldaten. When a soldier is sworn in the Israel Defense Forces, he receives two things. Als een soldaat wordt beëdigd, dan krijgt hij twee dingen. His Bible and his rifle. Zijn Bijbel en zijn geweer. His rifle, because unfortunately, for the time being, a Bible isn't enough. Een geweer, omdat helaas op dit moment een Bijbel niet genoeg is. His Bible, because without the Bible, the rifle is completely meaningless. En een Bijbel, omdat zonder de Bijbel een geweer absoluut zonder betekenis is. Fortunately, after the period of service, I get to give back the rifle and keep the Bible, and this is that Bible. Gelukkig, na het einde van de diensttijd moest ik mijn geweer teruggeven, maar ik mocht mijn Bijbel houden, dat is deze Bijbel. The truth is, however, we're not going to be using the Bible that much today, because thanks to the wonders of modern technology, I have my Bible on the screen. Toch zal ik die Bijbel vandaag niet zoveel gebruiken, want dankzij de wonderen van de moderne technologie heb ik de Bijbel nu op het scherm. So, as Dominee Jaap already told you, we'll be discussing Isaiah chapter 12. Zoals dominee Jaap, dat ben ik dus blijkbaar, u al verteld hebt. Yes, me. Gaan we het hebben over Jesaja 12. But of course inevitably a little bit of background before we actually start with verse 1. Maar natuurlijk is eerst iets over de achtergrond nodig voordat we met Jesaja 12 beginnen. First, some words about how we relate all together to the words of the prophets. Eerst even iets over hoe wij in het algemeen staan tegenover de woorden van de profeten. And it's important for me to share with you a comparison here. Het is belangrijk dat voor mij dat ik een vergelijking hier met u maak. It is expressed in three
passages in the Torah in the five books of Moses. Op drie plaatsen in de Torah, in de vijf boeken van Mozes. First, in Exodus chapter 6. Eerst in Exodus 6. When God says to Moses, I am God, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty, but by my name, God, I made me not known to them. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Whatever it means that compared with the greatest prophets who were before Moses, Moses is yet greater. Wat het ook betekent voor de profeten die vooraf gingen aan Mozes, Mozes is nu de grootste. In Numbers chapter 12. Nummerie 12. God says to Miriam and Aaron. Dan zegt God tegen Miriam en Aaron. If there be a prophet among you, I, God, do make myself known unto him in a vision. I do speak with him in a dream. Which verse? 6. Nummer 12, vers 6. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik de Heere mij door een visioen aan hem bekend, spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar, en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. 6 en 7. Oké, dat is... I only read verse 6, but you gave me also 7 and 8, which is fine, because that's exactly the point. That maar is. Daar gaat het precies om, die versen 7 en 8. That Moses is on a higher level than the great prophets who are his contemporaries. Mozes staat op een hoger pijl dan de grote profeten die zijn tijdgenoten zijn. And finally, at the end of Deuteronomy, in chapter 34, verse 10. Deuteronomium 34, vers 10. There has not arisen a prophet since in Israel like unto Moses, whom God knew face to face. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. So Moses is unique. Dus Mozes is echt uniek. With respect to the prophets who came before, the prophets who were his contemporaries and the prophets who come afterward. Zowel met het oog op de profeten voor hem als zijn tijdgenoten en de profeten die na hem gekomen zijn. Mozes uniek. And it's important for me to share this with you because in our tradition we relate a little bit differently, but in a way crucially differently, to the words of all of the prophets as opposed to the words of the Torah, the five books of Moses. Dus graag wil ik dat met u delen, omdat het een klein beetje verschillend is misschien, wat onze traditie betreft. Wij relateren de woorden van de profeten aan de woorden van de Torah. Moses receives the Torah as direct dictation from God himself. Mozes ontving de Torah als een direct dictaat van God zelf. And so we relate to every word of the Torah as absolutely timeless, because it comes from God, who is absolutely timeless. Dus wij zien elk woord van de Torah als absoluut tijdloos, omdat God eeuwig tijdloos is. As for all the words of the prophets, they are all sent by God. De woorden van al de profeten zijn ook allemaal gezonden door God. They are then all telling us the word of God. Zij vertellen ons allemaal het woord van God. And moreover, they are in the Bible because they have a message to teach us, to teach all of us in all generations. En bovendien staan ze in de Bijbel en ze hebben een boodschap voor ons voor alle tijden om ons te onderwijzen. But they are speaking in their words and in their time and in their circumstances. Maar zij spreken in hun woorden, in hun tijd en in hun omstandigheden. So the first principle then is that when we read the words of the prophets, we need to consider what are they saying, to whom are they speaking, what are the circumstances, and then, second, to ask, what are they saying to us? Dus als we de profeten lezen, dan moeten we ons afvragen, wat zeggen ze, tegen wie zeggen ze het, in welke omstandigheden, tijdsomstandigheden leven ze, en ons dan vervolgens de vraag stellen, wat is de boodschap voor ons nu? With respect to
the Torah, as we read in the words of the last of the prophets in the Tanakh. Wat de Torah betreft, zoals we lezen in de laatste woorden van de profeet in Tanakh, Malachi. In Malachi chapter 3, verse 22, remember the Torah, the teaching of Moses, my servant. Malachi 3, vers 20. 22. Dank je. I don't have 22. It's another. The third from last verse. The third from last verse of Malachi. Is hier. Here you are. Ja, dat is een andere telling in onze Bijbel. Okay. Denk aan de wet, Malachi 4, vers 4 is het in onze Bijbeluitgave. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. That's with respect again to the words of the Torah. And now we turn to again the words of the prophets Isaiah chapter 12. Nu gaan we naar de woorden van Jesaja 12. So of course we appreciate that in order to understand Isaiah chapter 12, we need to remember that chapter 12 comes right after chapter 11. Dus als we 12 lezen, dan moeten we ons realiseren dat hoofdstuk 12 direct komt na hoofdstuk 11. What happens in chapter 11? Wat gebeurt er in hoofdstuk 11? You all know very well. U kent dat hoofdstuk allemaal heel goed. In chapter 11, verse 1, a shoot will go forth from the stock of Jesse, and a bud will blossom from his roots. Vers 1, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isai, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. The Spirit of God will rest upon him. There's a description here, a vivid description of the Redeemer. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht. Hier is een heel levendige beschrijving van de Verlosser. Which Redeemer? Welke Verlosser? So, we read these words, you read these words, as referring to the Messiah. Wij lezen deze woorden en u leest deze woorden als betrekking hebbend op de Messias. The final Redeemer. De uiteindelijke Verlosser. Which is true, but it's not the whole picture. Dat is waar, maar het is niet het hele verhaal, het hele plaatje. Because for us to understand Isaiah chapter 11, of course, we need to remember that Isaiah chapter 11 comes right after Isaiah chapter 10. Want als we hoofdstuk 11 lezen, dan moeten we ons realiseren dat het direct komt na hoofdstuk 10. What does the prophet describe in chapter 10? Wat beschrijft de profeet in hoofdstuk 10? Coming to a head in the verses toward the end of chapter 10. Dat komt tot een toppunt in aan het einde van de woorden van hoofdstuk 10. The onslaught of the Assyrian Empire against Judah. De aanval van het Syrische leger tegen Juda. There is a vivid, terrifying description of how the army of Assyria sweeps through Judah. Er is een hele angstwekkende beschrijving eigenlijk van hoe het Syrische leger door Syrië door Juda heen zwaait, trekt. Culminating in verse 32, this very day he shall stand at Nov, right next to Jerusalem, waving his hand over the mountain of Zion, the hill of Jerusalem. Culminerend in vers 32, vandaag nog staat hij in Nob, dat is vlakbij Jeruzalem, en zwaait met zijn vuist tegen de berg van de dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. And then, God, as it were, with a saw, lops off the branches, cuts down Assyria. En dan, als het ware met een zwaard, snijdt God de boom van Syrië af. The entire army of the Assyrian Empire camped round about Jerusalem, placing Jerusalem under siege. Het hele leger van de Assyriërs heeft Jeruzalem belegerd. By the way, in our tradition, that was the night of Passover, the great Passover described in Chronicles that King Hezekiah makes for all of Israel coming into Jerusalem. In onze traditie is dat op de avond van Pesach, de grote Pesachviering die we in Kronieken tegenkomen in de tijd van koning Hiskia. All of Israel gathered in Jerusalem round about outside the Assyrian Empire
laying siege to the holy city. Heel Israël is als het ware verzameld in Jeruzalem en rondom de stad ligt de Syrische macht die Jeruzalem belegert. And you know what happens. En u weet wat er gebeurt. That night the angel of God goes forth in the encampment of Assyria and 185,000 soldiers perish that night. Die nacht komt de engel des Heren in het legerkamp van de Syriërs en slaat 185.000 soldaten, Syrische soldaten. And Jerusalem is saved. En Jeruzalem wordt gered. By God's miracle. Door het wonder dat God deed. Except we have to consider the whole picture. Maar we moeten het hele plaatje bekijken. Yes, God saved Jerusalem. Jawel, God heeft Jeruzalem gered. After almost all of Judah was overrun by the Assyrian Empire. Nadat bijna heel Juda door het Syrische leger overwonnen was. At the night of that miracle, almost all of Judah had been conquered. Op de nacht van dat feest was bijna heel Jeruzalem overwonnen, of heel Juda bedoel ik, ingenomen. It was a great miracle of salvation, but it did not come easily. Het was een groot wonder van redding, maar het kwam niet op een gemakkelijke manier. We bear this in mind as we houden dat in gedachten als we nu naar hoofdstuk 12 gaan. And we read in chapter 12 verse 1. Hoe lezen we in Jesaja 12 vers 1? Op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Except, is that the translation? Is dat de vertaling? And of course the problem here is we're still not speaking in that pure, clear language of the Bible. Probleem is dat we nog niet met elkaar spreken in die heldere taal van de Bijbel. So our translation reads that in that day you will say, I will give thanks unto you, O God, for though you were angry with me, your anger is turned away and you comfort me. That's not in our translation. De Engelse vertaling dus zegt, op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, hoewel u toornig op mij geweest bent. Maar in onze Nederlandse vertaling staat gewoon dat u toornig op mij geweest bent. Oh, wonderful. Great. Wonderful. Then that's exactly what we wanted to stress. I'm glad to hear they got it right. Okay. Thanks to the Dutch translators. Thanks to Dutch translators, absolutely. That is, the word though does not appear in the Hebrew. Het woord hoewel, dat dus in de Engelse vertaling voorkomt, komt in de Hebreeuwse tekst niet voor. And that's why what I would propose as a better translation, which I believe then is the Dutch translation. Dus de Nederlandse vertaling is beter. I didn't say that part, but that's my translation of your words. personally, I think the Hebrew is much, much better than either, but okay. I agree. I will give thanks unto you, O God, for you were angry with me. Ik dank u, Heere, want u bent toornig op mij geweest. For you were angry with me? Want u was toornig op mij. Why should we be giving thanks for you were angry with me? Waarom zouden we dankbaar zijn voor de toorn van God? Before we attempt to answer this question, we'll note that we have a similar kind of expression, possibly, depending upon the translation. Iets dergelijks hebben wij, afhankelijk van de vertaling, in Psalm 118. In Psalm 118. That is, in particular, we look at verse 21. Vers 21. Which begins identically with the opening of Isaiah chapter 12, verse 1. I will give thanks unto you. Begint precies hetzelfde als het eerste vers van Jesaja 12. Ik zal u loven. And the continuation here is where the question of translations rises once again. One could translate, weer een kwestie van vertaling, ja. One could translate, for you answered me and are become my salvation. But the Hebrew word anitani can be rendered as for you answered me or for you afflicted me. Kwestie van vertaling dus weer opnieuw. Omdat u mij verhoord hebt,
staat er in onze Nederlandse vertaling. Maar dat woord, dat Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met u hebt mij verhoord, kan ook vertaald worden met u bent tegen mij gekomen. U hebt mij aangevallen zelfs. Afflicted. So we may say in Isaiah we read, I will give thanks to you, God, for you were angry with me. And in Psalm 118, in verse 21, I will give thanks to you for you afflicted me. Dus in Jesaja, ik dank u omdat u toornig bent geweest. En hier in Psalm 118, ik dank u omdat u tegen mij gekomen bent, mij aangevallen hebt. Pijn gedaan kan het ook betekenen, geloof ik. Hè? Afflicted. While okay. Either translation is possible, we'll iedere vertaling is mogelijk. In the earlier words of the psalm, I think there are indications that for you afflicted me is a better fit in context. Ik denk dat in de context van de psalm, in de woorden die eraan vooraf gaan, een vertaling als aanvallen beter past. Consider in verse 18. Vers 18. God has chastened me sore, but he has not given me over unto death. But he has chastened me. He has rebuked me. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft of gekastijd, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. And still in all, in verse 19, likewise, vers 19, hetzelfde. Ik zal de Heere loven. And in the continuation of the psalm as well, in verse 22. Vers 22. The stone which the builders rejected is become the chief cornerstone. De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. So there is the first stage when God chastens me sore, when the stone is rejected by the builders. Is dus in de eerste plaats, de Heere heeft mij gestraft en dan staat er de steen die verworpen is. When you afflicted me. Als u tegen mij kwam of mij aanviel. Afterward, there is the salvation. En daarna komt het heil, de redding. The stone becomes the chief cornerstone. Dan wordt de steen de hoeksteen, de belangrijkste hoeksteen. Indeed, in verse 23, this is God's doing. It is marvelous in our eyes. Vers 23, dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. But why give thanks? Maar waarom moeten we daarvoor danken? I will thank you for your angry with me. Ik wil u danken omdat u boos op mij geweest bent. For you afflicted me. Omdat u mij aangevallen hebt. Why? Waarom? On the one hand, my answer is, I don't know. Aan de ene kant, mijn antwoord is, ik weet het niet. We don't understand the ways of God. Wij kunnen de wegen van God niet begrijpen. And there is a whole book of the Bible that has that theme as its most dominant lesson. Er is een heel boek in de Bijbel dat onderwerp als zijn belangrijkste les heeft. In the book of Job. Boek Job. Job is suffering. Job lijdt. We never really understand why. En we begrijpen nooit precies waarom. And in chapter 38, when God answers Job out of the whirlwind. Als in Job 38 God Job antwoordt uit het onweer. What is his message? Wat is de boodschap? In verse 4. Vers 4. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell if you have the understanding. Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. And a whole long list of challenges. Do you really understand what's taking place? En dan komt er een hele lange lijst van uitdagingen. Begrijpt u het werkelijk? Begrijp je het werkelijk? And Job gets the message in chapter 40. En Job. He answers God in verse 4. Behold, I am of small account. What shall I answer you? I lay my hand upon my mouth. Ja, Job die antwoordt in hoofdstuk 40. Dan heeft hij dus de boodschap tot zich laten doordringen. Vers 4. Job 40 vers 4. Hebt u een arm zoals God? Dan kunt u zoals hij met uw stem donderen. No. The first line of his response to God. No. It's in verse 2. That's not Job 30. That's 4. Weer een andere versentelling waarschijnlijk. In elk geval, er staat in de Engelse vertaling. Zie, ik ben maar een man van weinig inzicht. Ik heb weinig kennis. En ik zal mijn hand op mijn mond leggen.
die tekst is bekend, maar die moet dus in hoofdstuk 40 staan. Wat? Het is nog een eind in 39. Oké, okay, ja. Oké, okay, ja. Het eind van hoofdstuk 39. Oké. Okay. Zie, ik ben te gering, waarom zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. The next verse. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Twee keer, maar ik zal niet verder gaan. Dat was de reactie van Job. Okay, and the final response in, well, for me it's chapter 42. Hoofdstuk 42. That Job answers God and said, I know you can do everything and that no thought, no discretion can be withholden from you. Ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Job 42, vers 2. And in the continuation in the following verse. Vers 3. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. I did not know. Ik wist het niet. So of course we don't know. Dus we weten het niet. We don't know how God runs the world. Wij weten niet hoe God de wereld regeert. We know that he runs the world. Wij weten dat hij de wereld regeert. Leidt. And we also appreciate why we don't know as Job did, because we are limited. En we kunnen ook op de juiste waarde schatten dat wij het niet weten, zoals Job het zei, omdat wij beperkte mensen zijn. We are limited first because we see such a tiny part of the picture. Wij zijn beperkt omdat we maar zo'n klein stukje van het plaatje zien. I'd like to share with you a comment in our tradition on Isaiah chapter 12 verse 1. Ik wil graag een commentaar uit onze traditie over dit vers aan u doorgeven. And I think it helps to highlight what our problem is. En ik denk dat dat helpt om te onderstrepen wat het probleem is. On again the words, I will give thanks unto you, O God, for you were angry with me. Ik dank u, Heere, dat u toornig, want u bent toornig op mij geweest. Our tradition links these words with a story. You've all heard stories like this of the man who is about to set sail on an important voyage. Onze traditie vertelt bij dit vers een verhaal van een man die op reis zou gaan, een zeereis zou gaan maken. And just before he is to board the ship, he gets a thorn in his foot, he breaks his leg and he misses the boat. Voordat hij aan boord zal gaan, valt hij, breekt hij zijn been. And he's furious with God. Why did you do this to me? En hij is woest op God. Waarom doet u mij dit aan? Furious until he hears a few days later, what did he hear? Everyone knows. The boat sank at sea. Woedend totdat hij een paar dagen later hoort, wat hoort hij? De boot is gezonken. No survivors. Geen overlevenden. And he realizes that the broken leg was the greatest gift that God ever gave him. En hij realiseerde zich dat het gebroken been de grootste gave was die hij kon krijgen. Now, that story bothers me, and I'm sure it bothers you also. Dat verhaal vind ik eigenlijk behoorlijk lastig, en ik denk u ook wel. What bothers me is, yeah, but does it really happen like that? Gebeurt het echt op deze manier? Dat is wat me dan bezighoudt. It seems so trite, so cliched. Is that really going to be the end of the story? Is dat echt zo'n cliché, het eind van het verhaal? And this brings us back to the subject of our being limited. En dat brengt ons weer terug tot het onderwerp dat wij beperkte mensen zijn. As we read in Psalm 90, zoals we in Psalm 90 vers 4 lezen. A thousand years in your sight are but as yesterday when it is past and as a watch in the night. 1000 jaren zijn in uw ogen als een dag als die voorbij is en als een nachtwaken. The problem with the story is not that the story isn't true. Het probleem met het verhaal is niet dat het verhaal niet waar is. But don't expect in our ordinary lives that you will get the answers within a matter of days. Maar verwacht niet dat in ons gewone leven je antwoorden krijgt met een paar dagen. Or weeks. Of weken. Or months. Maanden. Or years. Jaren. It may take decades. Het
maar kan misschien wel tientallen jaren duren. It may take lifetimes. Een heel leven lang misschien wel. It may take centuries. Misschien dat het wel eeuwen duurt voordat er iets van het antwoord komt. We don't see the whole picture. Wij zien niet het hele plaatje. This is perhaps what God indicates to Moses in Exodus chapter 33. Dat is misschien wat God aangeeft tegenover Mozes in Exodus 33. In verse 20, God said, "You cannot see my face, for man cannot see me while alive." Vers 20, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. What can you see? We read in verse 23. Wat zie je in, we lezen in vers 23. The Hebrew achorai may be rendered as my back, or maybe better yet, you will see what follows from me. Je kunt dat het beste vertalen met, je zult zien wat er na mij volgt. In onze vertaling staat, u kent dat woord natuurlijk, u zult mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. When you look back, way back. Als je terugkijkt, lang daarna misschien. Oh, that's what was going on. Ja, dat was het wat er gebeurde. But only from way, way forward can we look back and see that. Maar alleen heel veel later misschien kunnen we terugzien en dat begrijpen, dat zien. In a similar vein, in the opening verse of Psalm 126. Hetzelfde in het begin van Psalm 126. We read, when God brings back those that are returned to Zion, we were like those who dream. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Now, there's a grammatical problem here, because when we read about God bringing back those who are returned to Zion, we're speaking of the future. But the conclusion of the verse, we were as those who dream, is cast in the past tense. Er is ook een taalkundig probleem, want als je het hebt over het feit dat de Heere de gevangenen terug zal brengen, dan zou je verwachten dat er zou staan, wij zullen zijn als de mensen die dromen, maar er staat in de verleden tijd. Shouldn't it be? In onze Nederlandse vertaling trouwens allebei de keer in verleden tijd. Maar dat is altijd lastig vanuit het Hebreeuws. So shouldn't it be, even tussendoor. We will be as dreamers? Moeten we dus vertalen met wij zullen als de, zijn als degene die dromen? En one interpretation from the 19th century ethicists is, now what the verse is telling you is, on that blessed day when God returns those who are returned to Zion, when everything will become clear, when all of the fog will dissipate, then we will look back on the past and say, oh, we were dreaming. Er is een uitleg uit de 19e eeuw. Die zegt, op die grote dag als God de gevangenen van Sion terugbrengt en wij zien terug. Oh, wij verstonden de situatie niet, vertel ik maar even vrij. Wij waren als degene die droomde toen al die dingen over ons kwamen. Later zullen we ons dat realiseren. A dreamer has a perception of reality, but it is a distorted perception of reality. Iemand die droomt heeft een idee van de werkelijkheid, maar het is een verstoord idee van de werkelijkheid. You're asleep in a thunderstorm and there is a clap of thunder outside and in your dream you hear it as a cannon. Je ligt te slapen en je droomt en buiten is er een onweer aan de gang. Je hoort een enorme onweersklap en je denkt, oh, er gaat een kanon af. And you wake up, where's the cannon? Oh, it was a dream. En je wordt wakker, waar is het kanon? Het was een droom. On the blessed day when we wake up, we'll look back and say, we were dreaming. Op die gezegende dag worden we wakker, we kijken terug en we zeggen, we droomden. We didn't see the full picture. We zagen niet het hele plaatje. Another aspect, besides the limitations of time. Een ander aspect, behalve de beperking van tijd, is the distortion of not really understanding at all what God is doing. Dat we helemaal niet begrijpen, doorgronden wat God aan het doen is. So for example, in a negative sense, we read in Ecclesiastes chapter 5. Zo bijvoorbeeld in een negatieve betekenis lezen we in Prediker 5. In verse 12, there are riches kept by their owner to his hurt.
Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Prediker 5, vers 12. Someone wins the lottery and thinks it's the greatest thing that ever happened. Iemand wint de loterij en dat is het beste wat mooi overkomen is. How many stories do we hear? It turned out to be the ruin of his life. The worst. Hoeveel verhalen horen we niet dat het uiteindelijk zo is dat het levens verwoest. So we think we see what's happening, but we really don't understand. Dus we denken dat we zien wat er gebeurt, maar we begrijpen het niet echt. Well, that's in a negative case. Let's consider dat another is een negatief couple of examples. Voorbeeld. Positief voorbeeld nu. I think it's instructive to consider a couple of illustrations in the positive direction. Nu wil ik graag een paar voorbeelden, positieve voorbeelden laten zien. In Exodus chapter 5 we read about the consequences of Moses coming to Pharaoh to demand that Pharaoh should send Israel free. In Exodus 5 lezen we iets van de consequenties toen Mozes bij de farao kwam om de farao te zeggen dat hij het volk moest laten vrijlaten. Did he accomplish anything? Did anything change? Heeft hij iets bereikt, Mozes? Oh yes, it got much worse. Veranderde er wat? Jawel, zeker, het werd veel erger. In chapter 5 verse 7 Pharaoh commands, you shall no more give the people straw to make brick as heretofore. Let them go and gather straw for themselves. Vers 7, u mag voortaan geen stro meer aan het volk verstrekken om de bakstenen te maken zoals voorheen. Laten ze zelf maar stro gaan verzamelen. And the tally of the bricks which they did make heretofore, you shall lay upon them. You shall not diminish any of it. En het aantal bakstenen dat zij voorheen maakten, moet u hun ook nu weer opleggen. U mag daar niets van afdoen, want ze zijn lui. Which of course is impossible. Dat is natuurlijk onmogelijk. They can't possibly produce the same number of bricks if now they have to spend their time gathering straw. Ze kunnen natuurlijk niet hetzelfde aantal bakstenen produceren als ze ook nog hun stro moeten verzamelen. And we read of the terrible suffering, the anguish of the slaves. En we lezen van het geweldige lijden dat de slaven nu overkomt. In verse 12, so the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw. Toen, vers 12, toen verspreidde het volk zich over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen in plaats van stro. And verse 14, the officers of the people of Israel, whom Pharaoh's taskmasters had set over them, were beaten because they weren't delivering enough bricks. Vers 14, de voormannen van de Israëlieten die de slavendrijvers van de farao over hen aangesteld hadden, werden geslagen. And we can well appreciate what they say to Moses in verse 21. En we kunnen heel goed plaatsen wat ze tegen Mozes zeggen in vers 21. May God look upon you and judge, because you have made our savior to be abhorred. You've made us stink in the eyes of Pharaoh and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us. En ze zeiden tegen hen, mogen de Heere op u toezien en mogen hij oordelen, omdat u ons in een kwade reuk gebracht hebt bij de farao en bij zijn dienaren, door hun een zwaard in handen te geven om ons te doden. And Moses himself has his doubts. En Mozes zelf heeft ook zo zijn twijfels. In verse 22, vers 22. God, why have you dealt ill with this people? Why is it that you sent me? Heere, waarom hebt u dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt u mij dan gezonden? For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has dealt ill with this people, and you haven't delivered them at all. Vanaf het ogenblik dat ik naar de farao gegaan ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan, en u hebt uw volk helemaal niet gered. And God's response in the next verse seemingly incomprehensible. Het antwoord van God in het volgende vers lijkt er helemaal niet op te slaan eigenlijk. Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand shall he let them go, and by a strong hand shall he drive them out of his land. Nu zult u zien wat ik in de farao zal aandoen. Voorzeker door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand zal hij hen uit zijn land verdrijven. What does it mean? Betekent dat? So, in our tradition, it means there's a difference between what we see and what God sees. Er is dus een verschil, zegt onze traditie, tussen wat wij zien en wat God ziet.
a very simple, basic question. In verse 12, we read the people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble for straw. Een hele basale vraag eigenlijk, vers 12, dat het volk zich verspreidde over heel het land Egypte om stoppels te verzamelen. What's so hard about finding straw? It's everywhere. Wat is er zo moeilijk in het vinden van stro? Dat is overal aanwezig. Okay, so here's the story. Hier is het verhaal. In chapter 5, Egypt is at a level that God is ready to pour out his wrath against Egypt with the 10 plagues. In hoofdstuk 5 is de situatie zo dat Egypte eigenlijk op het punt staat dat God zijn plagen over Egypte zal uitstorten. Except that God, so to speak, has a problem. Maar God heeft, om zo te zeggen, een probleem. The moment the plagues begin, the ordinary Egyptians will say, what? Pharaoh sinned and we're suffering? It's not fair. Op het moment dat de plagen beginnen, dan zullen de gewone Egyptenaren zeggen, wat is dat nou? Farao heeft gezondigd en u straft ons met de plagen. Wat heeft dat voor zin? And that potential complaint against divine justice was enough of a reason for the plagues to be held back. En die mogelijke klacht van de gewone Egyptenaren was een reden om de plagen nog even in te houden. So what's going to happen? How will Israel be freed? Wat moet er gebeuren? Hoe wordt Israël bevrijd? Now, Pharaoh decrees you don't give the slaves straw. Farao vaardigt dus uit, je mag de slaven geen stro geven. So naturally they have to look for straw. En ze moeten natuurlijk wel uitkijken naar stro. Well, after the harvest, there's straw everywhere. Every field is full of straw that's left behind. Na de oogst is elk veld vol van stro dat daar achtergelaten is. No one wants it, no one needs it, no one owns it, so they would go into the field to gather straw. Niemand heeft het nodig, niemand zegt het is mijn eigendom, dus je kunt erheen gaan om het stro te halen. And the Egyptian landowners would come out with their sticks and start beating the slaves, get off of my field! Maar de Egyptische landeigenaars zouden kunnen komen en met een stok slaan en zeggen, wat doen jullie op mijn land? Which is why the people had to scatter throughout all the land of Egypt just to find stubble for straw. En daarom moesten ze zich door het hele land verspreiden om stro te vinden. Such suffering, such anguish. Zo'n pijn, zo'n lijden. And from a divine perspective, now there's no more excuse for Egypt to not receive the plagues in all of their fury. Vanuit goddelijk perspectief is er nu geen mogelijkheid meer om de plagen over Egypte nog uit te stellen. Now the Egyptians can no longer claim we're innocent, we don't deserve this. Nu zijn de Egyptenaren niet langer klagen, we zijn onschuldig, wij verdienen dit niet. And so the darkness of Exodus chapter 5 is the lead to the brightening skies of the plagues of Egypt that deliver Israel from the Egyptians. Dus de duisternis van Exodus 5 is de voorbode, zeg maar, van het licht dat doorbreekt als na de plagen over Egypte het volk wordt vrijgelaten. But after all, isn't it always like that? That the sky is darkest before the dawn. Maar het is meestal zo dat de hemel het donkerst is voordat de dageraad aanbreekt. One more example. Eén voorbeeld nog. In the book of Esther, in chapter 7. Esther 7. After the king asks Esther, so who is this? Who is the villain who presumes in his heart to destroy your people? Wie is die boosdoener die het in zijn hart heeft voorgenomen om jouw volk te straffen, te doden? Esther said, an adversary and an enemy, even this wicked Haman. En dan zegt Esther, de man die tegenstander en vijand is, deze slechte Haman. Now, before we consider what happens next, I need to add a parenthetical observation. Voordat we verder gaan, even nog iets tussen haakjes erbij. How many times does God's holy name appear in the book of Esther? Hoe vaak komt de naam van God voor in boek Esther? Okay, everyone knows. Zero. Zero. Nul keer. God's holy name doesn't appear explicitly.
Expliciet komt de heilige naam van God niet voor in het boek Esther. We have an ancient tradition. We hebben een oude traditie. Of course, when we read about King Ahasuerus in the book of Esther. Als we lezen over koning Ahasuerus in het boek Esther. Well, then we're talking about King Ahasuerus. Dan hebben we het natuurlijk over koning Ahasuerus. But many times, most times, it just says the king. Maar op de meeste plaatsen staat alleen maar de koning. When it says the king. Als er staat de koning. It refers to that king, but it also refers to the king. Dan heeft het betrekking op die koning, maar ook op de koning. God. God. Okay, now we return to chapter 7. It was King Ahasuerus who asked Esther who the villain is. Dus de koning vroeg wie de boosdoener was. But now we continue in chapter 7, verse 7, what to me is one of the most terrifying verses in all of the book of Esther. Een van de meest aangrijpende teksten in het boek Esther. Vers 7, woedend stond de koning op van het drinken van de wijn en ging naar de tuin van het paleis. Okay. Haman bleef... That's enough, that is the emphasis. Okay. The king. De koning. Hier staat dus de koning. I must tell you that when I read the book of Esther in the synagogue on Purim, I get very emotional with this word. Ik moet u vertellen, als ik dit boek Esther, de rol van Esther in de synagoge lees, Purim, dan raakt me dat erg, word ik erg emotioneel. Esther has just unmasked the face of evil, the face of Haman. Esther heeft net het gezicht van het kwaad ontmaskerd in Haman. And you might think that once evil, wickedness, is unmasked, then there would be a victory over evil. Je zou aannemen dat op het moment dat het kwaad ontmaskerd is, daar ook een overwinning over het kwaad zal zijn. Instead, the king disappears. In plaats daarvan verdwijnt de koning. And Esther is left all alone with Haman. En Esther wordt helemaal alleen met Haman achtergelaten. Can you imagine how terrifying? Kun je begrijpen hoe angstaanjagend dat was? There are no pretenses, no masks anymore. And she's left alone with the one who wants to destroy her. Er is geen masker meer, ze is alleen met degene die haar wil verwoesten. No king to protect her. Geen koning om haar te beschermen. That is until verse 8. Dat is tot vers 8. Then the king returned out of the palace garden into the place of the banquet of wine. And Haman was fallen upon the couch whereon Esther was, and that's it. That's the end. Toen de koning uit de tuin van het paleis terugkwam in de zaal waar men de wijn gedronken had, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. And then the king said, en de koning zei, zou hij ook nog de koningin in huis aanranden in mijn bijzijn? Toen dit woord uit de mond van de koning was gekomen, bedekte men het gezicht van Haman. And that's the end of the story of Haman. Dat is het eind van het verhaal wat Haman betreft. So you might say, well, of course, it's just maybe a few seconds between verse 7 and verse 8. Dus je zou kunnen zeggen, het is misschien maar een paar seconden tussen vers 7 en 8, dus het moment dat de koning wegging en dat hij weer terugkwam. First of all, I'm sure for Esther it seemed like an awfully long time. Ik ben er zeker van dat het voor Esther in elk geval een geweldige lange tijd leek. Second of all, you remember Psalm 90 verse 4, 1,000 years in your eyes are as the yesterday that is past. Denk nog eens aan de woorden van Psalm 90. Duizend jaren zijn in uw ogen als de dag die voorbij ging. In our world, who can imagine how long that brief interval is when the king seems to have disappeared? Wie kan zich voorstellen hoe lang of die interval lijkt te zijn als de koning verdwenen is? And as we live through that interval. En als we in die tussentijd leven. We see nothing. We don't understand anything. We zien helemaal niets. We begrijpen niets. All we can do is scream out, God, why are you angry with me? Why are you afflicting me? En we kunnen alleen maar uitroepen, God, waarom bent u boos op mij? Waarom valt u mij aan? It's only afterward that we look back and say, I give thanks to you, God, for you were angry with me. I give thanks to you, God, for you afflicted me. Now I understand. Only now do I realize. You were comforting me all along. Pas daarna kunnen we terugzien en zeggen, ik dank u dat u toornig op mij geweest bent. Ik dank u dat u mij aangevallen hebt, want al die tijd was u er toch om mij te troosten. Which gives us a crucial insight
I think, into life in general. Dat geeft ons een heel belangrijk inzicht in het leven in het algemeen. Because life will always present us with those moments when we stumble and fall, those moments when we are in darkness. Het leven is vol van die momenten dat we struikelen en vallen, dat we in donkerheid verkeren. We read in Micha chapter 7 verse 8. We lezen in Micha 7. Rejoice not against me, O my enemy. When I am fallen, I am arisen. When I sit in darkness, God is a light unto me. 7 vers 8. Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Als ik in duisternis zit, is de Heere mij een licht. We have a comment on this verse in our tradition. Een commentaar op dit vers uit onze traditie. When I am fallen, I am arisen. If I would not have fallen, I would not have arisen. Als ik gevallen ben, zal ik opstaan. En als ik niet gevallen zou zijn, zou ik niet opgestaan zijn. When I sit in darkness, God is a light unto me. If I would not have sat in darkness, God would not have been a light. En als ik niet in donkerheid gezeten had, zou God niet een licht voor mij zijn geworden. The darkness really is what summons the dawn. De duisternis is het die de dageraad oproept. To express it in the terms of Proverbs chapter 24 verse 16. Spreuken 24. A righteous man falls 7 times and rises up again. One of the great scholars of last generation. Verse 16. Spreuken 24 vers 16. Al valt een rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Maar goddelozen struikelen in onheil. One of the great scholars of the last generation commented that superficial people think that means that even though the righteous man falls down, he nevertheless rises up. Een bekende commentator in de laatste generaties zegt: zelfs als een rechtvaardige valt, hij zal toch opstaan. Betekent. The deeper people realize it's through the fall that the righteous rise up. Als je dieper kijkt, dan realiseer je dat de val tot de opstanding leidt. The righteous are the ones who have the insight, the foresight, de rechtvaardigen the perseverance, the dedication to change every fall into a rise. Die hebben het inzicht, de volharding en de kracht om iedere val om te zetten in een opstanding. The wicked stumble in evil because the moment they stumble, they just remain there, down. De goddelozen struikelen en blijven daar. This is indeed one of the most crucial lessons for life. Dat is een van de belangrijkste levenslessen. Indeed, in this regard, we consider in Jeremiah chapter 31, verse 12. Jeremia 31, vers 12. You could read this verse as I will turn their mourning into joy and will comfort them and make them rejoice from their sorrow. But it could also be through, because of their sorrow. 31 vers 12. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion. Zij zullen toestromen naar het goed van de Heere, naar het koren. Even kijken. Dan zullen jonge vrouwen, vers 13, zich verblijden in een rijdans. Ook de jonge mannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde. Ik zal ze troosten, ik zal ze blij maken met hun verdriet. Na hun verdriet, sorry. Okay, so with that as a perspective on chapter 12, verse 1. Dat is over Jesaja 12, vers 1, dus we zijn nog wel even bezig. Let's consider verse 2. Nu kijken we naar vers 2. Okay, so verse 2 begins with the words, behold, God is my salvation. I will trust and will not be afraid. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Trust. Trust and not being afraid. Vertrouwen en geen angst hebben. Is something that you develop
more than anywhere else when the circumstances are that you didn't know what was happening and only afterward you realized dat it all makes sense. Dat is iets wat zich ontwikkelt als je dus in zo'n situatie bent en achteraf je realiseert dat was, ik had vertrouwen, er was vertrouwen. When you were afraid and you realized God was really there all along, the next time you trust. Als je dus in zo'n situatie bent, de volgende keer zul je realiseren, ik kan op God vertrouwen, want hij was er, zeg ik maar even wat vrij. In, for example, in Psalm 56. Psalm 56 bijvoorbeeld. Repeatedly, that theme, in verse 4, I will put my trust in you, specifically in the day that I am afraid. Psalm 56, vers 4. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In verse 5, in God do I trust, I will not be afraid. In God prijs ik zijn woord, op God vertrouw ik vrees niet. And similarly, returning to a chapter that we've already been discussing and will yet again discuss shortly, in Psalm 118. Hetzelfde in Psalm 118, waar we het al over gehad hebben. That when we realize that God is with us in the straits, in difficulties, when we call out to him, we learn that it is better to take refuge in God than to trust in man, than to trust in princes. Uit benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens bij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. En dan het volgende. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. But in particular, I want to consider the second part of verse 2. Which is admittedly a difficult verse to translate. Het tweede helft van vers 2 van hoofdstuk 12 weer. Moeilijk vers om te vertalen. So one could translate the continuation as, and this is the first of the translations that you see over here, that God is my strength and song, and he has become my salvation. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. Dat is de eerste vertaling. That understands the strength and song as mine. God is my strength and song. Dat zegt dus mijn kracht en mijn psalm. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. We could also read it as the strength and song or and the praise of God, the Lord, is become my salvation. That is, it's the strength and song of God. Kunnen ook lezen, de kracht en de psalm, de lofprijzing van de Heere is mij tot heil geworden. But there's a third possibility, in particular because of this very problematic constructing word in the Hebrew, vizimrat. Daar is een andere vertaling, een andere mogelijkheid nog die te maken heeft met moeilijk woord in de Hebreeuwse tekst, zimrat. Because we could also translate it as the strength and cutting of God the Lord is become my salvation. Want we kunnen dat ook vertalen met de kracht en het snijden of het snoeien van de Heere is mijn heil geworden. What could that possibly mean? Wat kan dat betekenen? The same problem exists in the second verse of the song at the sea in Exodus chapter 15 verse 2. The exact same expression. Hetzelfde vinden we in het lied van de zee, Exodus 15. And the same expression appears yet again in, of all places, back to Psalm 118. The same expression in verse 14. Dus hetzelfde komt ook nog voor in Psalm 118 vers 14. Now, before we consider what this could possibly mean, I need to explain the meaning of the Hebrew vizimrat with a short Hebrew lesson. Ik moet eerst, voor ik verder kan gaan, een kort Hebreeuws lesje geven. Het gaat over dat woord vizimrat. All of the Hebrew experts here undoubtedly know that all of biblical Hebrew is based upon words with three-letter roots. Alle Hebreeuwse experts hier in ons midden weten dat Bijbels-Hebreeuws, alle woorden in het Bijbels-Hebreeuws zijn gebaseerd op drie-letterige stammen. So, the word vizimrat
has the three root letters Zayin, Mem, Resh. Dus het woord Zimrat heeft de drie stamletters Zayin, Mem, Resh, Z, M, R. What does it mean? Wat betekent dat? Ah, that's the problem. Dat is het probleem. On the one hand, we encounter that root here in Judges chapter 5 verse 3 in the song of Deborah. In het lied van Deborah en Richteren 5 komt dat ook voor, 5 vers 3. Azamer, I will sing praise. Azamer, ik zal lof prijzen. Likewise, in the song of King David. Zelfde in het lied van David. In the second book of Samuel, in chapter 22, verse 50. Azamer, I will sing praise. Weer Azamer, ik zal prijzen, lof prijzen. I'll just note that at the beginning of the next chapter, when King David is called Ne'im Zimirot Yisrael. It's also the same root, and we translate that as the sweet singer of Israel. The sweet singer of Israel. Geliefd in de psalmen van Israël, zo staat het in onze vertalingen. Yeah, but the same root letters themselves appear with a completely different definition in Leviticus chapter 25. Maar diezelfde stamletters die komen voor in een totaal andere betekenis in Leviticus 25. We read about the sabbatical year when we leave the land and its produce alone. We lezen daarover het sabbatsjaar waar we het land laten rusten. And the Torah tells us, you shall not prune your vineyard. En de Torah schrijft daarvoor dat je je wijngaard niet mag snoeien. Prune, tizmor, same root. En daar staat kizmor, dat is datzelfde ZMR. Likewise in the following verse, in verse 4. Zoals ook in het volgende vers, vers 4. Similarly in Isaiah chapter 5. Ook in Jesaja 5. Where we read the parable of God's vineyard. De parabel van Gods wijngaard, het lied van de wijngaard. In verse 6, it shall not be pruned, lo yizamer, again the same root. In vers 6, lo yizamer, weer diezelfde letters, zal niet gesnoeid worden. What in the world could this possibly mean to say that God's strength and pruning? Wat wil dat nou in vredesnaam zeggen? Gods kracht en zijn snoeien. That is become my salvation? Is mij tot heil geworden? And of course, inevitably, after our lengthy discussion of verse 1. En na onze uitvoerige discussie over vers 1. I think we can understand the answer. Kunnen we misschien het antwoord verstaan? Why do you prune a tree? Waarom snoei je een boom? Any experts on growing trees here? Why do you prune a tree? Yes? To grow. To be fruitful. To be fruitful. Om vrucht voort te brengen. But you know, when you cut those branches, they're living branches. Als je die takken afsnijdt, dat zijn levende takken. Well, trees may not feel pain, but they certainly experience the trauma of being cut. Bomen voelen misschien wel geen pijn, maar ze hebben wel de trauma van het afgesneden worden. When God cuts our branches, it's not just traumatic, it's also excruciatingly painful. Als God ons op die manier snoeit, dan is dat niet alleen maar traumatisch, maar werkelijk geweldig pijnlijk. God, why are you doing this to me? Waarom doet u dit mij aan, God? To make you fruitful. Om je vruchtdragend te maken. To enable you to grow. Om je in staat te stellen om te groeien. In the same way that we understand, I will give thanks to you, God, for you were angry with me. Dezelfde manier als we begrijpen, ik dank u, God, omdat u toornig op mij geweest bent. Because that anger afterward emerges as the means through which you comfort me. Want die boosheid, die toorn, blijkt achteraf het middel te zijn geweest waardoor u mij troost. Once I learn to trust in you, I realize that your strength and pruning of me with all of the pain and the anguish is become my salvation. Op het moment dat ik me dat realiseer, bedenk ik dat uw toornig zijn en uw snoeien mij tot heil geworden is. And that's how we get to verse 3. En zo komen we dan bij vers 3. Therefore with joy you shall draw water out of the fountains of salvation. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
Again, correction in translation. I hope you have it right. It's fountains. It's not wells. In the Hebrew, ma'ayane. Ma'ayane is dat zijn fonteinen en geen bronnen. What's the difference between a well and a fountain? Wat is het verschil tussen een bron en een fontein? Okay, right. The well just sits there. The waters well up continuously in the fountain. De bron die zit er alleen maar, terwijl in een fontein het water voortdurend omhoog komt. We don't just experience God's salvation one time. We ervaren Gods redding niet maar één keer. We experience it all the time. God's salvation is always welling up from the depths of the earth. We ervaren dat telkens weer dat het opkomt uit de diepten van de aarde. And verse 4, in that day you will say, give thanks unto God, call in his name, declare his doings among the peoples, make mention that his name is exalted. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. What does exalted mean here? Wat betekent hoog verheven hier? It's significant to note the way exalted, the same word in the Hebrew, nisgav, hetzelfde woord earlier in Isaiah. In het Hebreeuws, nisgav, komt eerder in Jesaja voor. In Isaiah chapter 2, verse 11. Jesaja 2, vers 11. The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down. And God alone will be exalted in that day. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. Likewise in verse 17. Ook in vers 17 daar. And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be humbled, and God alone will be exalted in that day. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden, de trots van de mannen zal neergebogen worden, alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. The theme of associating exalted with alone, we see also in Psalm 148. Die relatie tussen hoog verheven en alleen vinden we ook in Psalm 148. Let them praise the name of God, for his name alone is exalted. His majesty is above the earth and heaven. Psalm 148, verse 13. Even kijken. Laten zij de naam van de Heere loven, want zijn naam alleen is hoog verheven. Zijn majesteit welft zich over de aarde en hemel. Exalted goes with alone. Exalted, dus hoog verheven, komt altijd samen met alleen. Only God can do this. Alleen God kan dat doen. That we realize we see the world, we all see the world, but only through the flesh and blood eyes of human beings. Wij allemaal zien de wereld, maar alleen maar door de ogen van mensen van vlees en bloed. Only the surface. Alleen het oppervlakte. Man sees with the eyes, only God sees the heart. Man, de mens ziet aan wat voor ogen is, alleen God ziet het hart. And so it is with the realization of everything that we've seen. Remember, we start out with Assyria sweeping through the land. We begonnen met Syrië dat door het land trok. Such destruction, such anguish, such pain, such suffering. Verwoesting, pijn, niet vernietiging. But this is all part of God's salvation. Maar dat is allemaal onderdeel van Gods redding, Gods heil. It's not going to be a simple story. Het is niet zomaar een simpel verhaaltje. Well, wake up and recognize it's not a simple story. It isn't. Het is niet zo van wakker worden en zie het dan. Het is niet geen simpel verhaal. And the Hebrew word for world is olam. Het Hebreeuwse woord voor wereld is olam. Which comes from the root, again, three letters. Olam, hiddenness, concealment, because God's hand is hidden. Dat komt ook weer van drie letters. Olam, en dat betekent verborgenheid. But when, bedektheid. When we get to the conclusion, when we get to the end of the story. Als we bij het eind van het verhaal komen. We look back and say, oh, that's what it meant. Dan zullen we terug en dan zeggen we, dat was het dus. Concludes dat was bedoeld. This chapter
In verse 5, vers 5. Sing unto God, for he has done gloriously, he has done majestically. This is made known in all the earth. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Now that's all the earth, but verse 6 is especially for a certain part of the earth. Vers 6, dat gaat dus over de hele aarde, maar vers 6 gaat over een bepaald deel van de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de heilige van Israël. Okay, so that's specifically the inhabitant of Zion. Because when you live in Zion, you don't just become knowledgeable. You don't just know this. You cry aloud, you sing praises, you realize great is the Holy One of Israel in the midst of you. Dan gaat het dus over de inwoonster van Sion. En die realiseert zich, groot in uw midden is de heilige van Israël. In alle troubles, in alle strijd, in alle gevecht. As one who is blessed to be an inhabitant of Zion. Ik ben gezegend als inwoner van Sion. I'm very grateful for the opportunity to share these words of the prophet Isaiah. With each and every one of you. Ik ben erg dankbaar dat ik deze woorden van de profeet Jesaja met u, met ieder van u mag delen. Especially in the times in which we live here. Speciaal in de tijd waarin we nu leven. I don't have to tell you, there's a lot of darkness out there. Ik hoef u niet te vertellen, er is geweldig veel duisternis buiten. I don't have to tell you that in the road that ultimately leads to God's salvation, there is much pain. Ik hoef u niet te vertellen dat op weg naar de uiteindelijke verlossing van God er veel pijn is en lijden en verdriet. And maybe that's why it is so important for Isaiah to teach us that on that day, on that blessed day of the redemption, when you look back, but only then will you be able to say, I give thanks to you, God. You were angry with me. Daarom is het zo belangrijk dat de profeet Jesaja ons onderwijst. Op die dag, maar alleen op die dag, pas op die grote dag, zult u terugzien en zeggen, dank u dat u toornig op mij geweest bent. And I realize that not only your strength, God, but also your pruning of me. En niet alleen uw kracht, Heere God, maar ook uw snoeien van mij is, become my salvation. Is mij tot heil geworden. And then we realize God alone is exalted. En dan pas zullen we ons realiseren, God alleen is de Allerhoogste. And we cry aloud and sing praises, for great is the Holy One of Israel in your midst. En dan zullen we het uitzingen, uitroepen en zingen, groot in uw midden is de Heilige van Israël. Amen. Amen.